Een van de gedupeerden wilde begin december nietsvermoedend inloggen met haar DigiD. Ineens was er een probleem. Toen kon ik er niet meer in met mijn DigiD en die gebruik ik heel vaak. Dus ik denk, hij kan niet geblokkeerd zijn. En toen ben ik de volgende dag gaan bellen met DigiD. Toen moest ik een brief opnieuw krijgen, want ze kregen met geen mogelijkheid het erin. En ik weet heel goed wat mijn wachtwoord was. Dus die was veranderd kennelijk. En toen heb ik gewacht. En toen kwam die brief maar niet. Toen heb ik het nog een keer moeten aanvragen. Dus uiteindelijk heb ik pas op 18 december een nieuwe DigiD gekregen. En DigiD heeft verteld dat ze u wel degelijk die eerste keer een brief hebben gestuurd. Ja, die hebben het gestuurd. Ik had ook een bevestiging gehad in de mail, dus ik had het goed gedaan. Het is exact het verhaal dat meerdere bewoners ons vertellen. Ineens niet kunnen inloggen en vervolgens komt de post van DigiD, waarmee het probleem moet worden opgelost, om de een of andere mysterieuze reden niet aan. Ik bedoel, hoe kunnen ze die brieven scheppen? Gaan ze hengelen? Weten ze dan wanneer dat komt? De postbode die brengt dat. Zitten ze dan ik heb geen idee. Hoe de fraude precies gepleegd werd is niet duidelijk, hoe dan ook. De criminelen die hierachter zitten wilden klaarblijkelijk nietsvermoedende Amsterdammers beroven van hun uitkeringen en toeslagen. Door controle te hebben over de DigiD van de gedupeerden konden bankrekeningnummers worden gewijzigd, zodat geld naar de criminelen werd overgemaakt. In hoeveel gevallen dit is gelukt en om hoeveel geld het zou gaan is niet bekend. Ik schrik ervan dat u net aan de deur zegt van dat er fraude is en dat het hier net hele blok is. Want ik vond het al eng dat het niet was. Die ene, dus die is als het goed is weer geblokkeerd. En ik heb nu net een uitkering. Dus echt veel hebben ze nog niet weg kunnen halen, zeg maar, of iets kunnen doen.